on the back, look like Matt sitting on 28. Nah, you can't get it if you ain't got plenty cake. Ja, hier is Fishy weer. En vandaag weer een nieuwe Q&A hier op mijn kanaal. Oh yeah, het is vandaag zondag. En we vieren vandaag de verjaardag van mijn moeder. Mijn moeder is, tenminste mijn moeder is eigenlijk officieel woensdagjarig. En ze wordt, nou wat is ze, van 1959. Dus ze wordt 57, toch? Dan, toch? 56. 56 wordt ze. Oh lekker, dat ik het niet weet uit mijn hoofd. 56 wordt ze. En nou vandaag... Q&A in ieder geval dus op mijn kanaal. Het wordt wel de enige video van vandaag, want het is gewoon veel te druk ook. En soms hoor je misschien even een hondje op de achtergrond. Excuses daarvoor. Maar ja, ik dacht toch bij mezelf, ik wil toch even die Q&A inspreken. En ze waren wat eerder gekomen. Het bezoek was wat eerder gekomen. Dus ja, dat is even niet anders. We gaan gewoon lekker over naar de Q&A vragen natuurlijk. Op de achtergrond zien jullie van mij gameplay op de map Nuketown. Het is Black Ops 1. En het was eigenlijk een opname dus voor Road Commander. En want daar ben ik eigenlijk mee klaar. Maar ik wou nog een paar potjes uploaden omdat ik graag tot de 100 wil gaan. Ik vind 100 een mooi getal. Ja toch? Maar ik joinde en toen haalde ik nog uiteindelijk 66 kills. Ik denk wel leuk om naar te kijken in ieder geval. 8 minuutjes, 60 kills. Iets meer dan 8 minuutjes. Dus we gaan gewoon lekker een paar vragen beantwoorden. Heb jij natuurlijk nog een vraag aan mij? Laat het even achter bij de comments. En dan neem ik dat mee naar volgende week. En vergeet niet een blauw duimpje omhoog te geven natuurlijk. In het begin kreeg ik 200 likes. En de laatste keer heb ik het een keertje niet gevraagd, kreeg ik 130 likes. Dus ik hoop dat jullie het niet vergeten om even te liken natuurlijk. De allereerste vraag is van TwinCarpNL. Deze Q&A was serieus baas, dat was toevallig van 2 dagen geleden. Leuke vraag en gewoon een goede video, thanks. Q&A, wat vind je van softdrugs en het gedoogbeleid ervan? En heb je zelf wel eens gebruikt, wiet of hash of andere drugs? Ik heb dat is niet waar. Ik heb 2 keer een wietje gerookt in mijn leven. En ik moet je eerst zeggen, ik vind het gewoon helemaal niks aan. Ik merkte er zelf niks van, behalve dat ik... de volgende dag gewoon helemaal rot was. Maar dat had ik ook nog gedronken. Dus dat schoot helemaal niet op. Nee, ik vind het gewoon helemaal niks aan. Ik heb nooit hard drugs genomen. Nooit pillen of zo, dat soort dingen. En dat lijkt me ook niet. Dat ga ik ook niet doen trouwens. En het gedoogbeleid ervan. Iedereen moet lekker zelf doen wat hij wil natuurlijk. Als je maar in ieder geval niet andere mensen mee lastig valt. Zou ik zeggen, hè? Overlast veroorzaakt. Dan vind ik het allemaal prima, weet je. Een beetje softdrugs, een beetje een wietje of zo, weet ik veel. Ik moet eerlijk zeggen. Als ik bijvoorbeeld uitga, hè, en je loopt langs mensen die een wietje aan het roken zijn. Vind ik het echt lekker ruiken. Ik vind het echt super lekker ruiken. En dan, dat vind ik dan wel weer leuk. Maar echt persoonlijk zelf, ik heb er niks mee. Gaan we naar de volgende vraag. En moet ik even hier naartoe. Voor Pretty Girls. Q&A. Wat is je lievelingsgame behalve Call of Duty? Ik speel natuurlijk veel Call of Duty. Komt ook door YouTube natuurlijk. Hè? Want ik speelde eigenlijk vroeger altijd heel veel andere games. En dan heb ik het eigenlijk over... Ik vond bijvoorbeeld Nintendo vind ik Zelda heel erg leuk. Wat speelde ik nog meer? Voor games. Ja, race games zoals Need for Speed en dat soort dingen. Maar eigenlijk wat mijn lievelingsgame is naast Call of Duty, dat is Ninja Gaiden. En dan eigenlijk Ninja Gaiden 1 en 2 vind ik eigenlijk net zo goed. Ninja Gaiden Black dan op de Xbox, de oude Xbox, hè, de allereerste Xbox versie. En Ninja Gaiden 2 natuurlijk op de Xbox 360. Echt super baas, super moeilijk. En... daar zitten ook wel heel wat uurtjes in. Ik denk dat ik daar bij elkaar wel... ik had toen ooit een save game op Ninja Gaiden Black van 500 uur. En daarna weer van 300 uur. En op Ninja Gaiden 2 heb ik eigenlijk alles uitgespeeld. Met een beetje hulp van Paul, moet ik eerlijk zeggen. Maar een beetje hulp. Ik heb de moeilijkste niveau heb ik uitgespeeld samen met Paul. Toen ging ik ook zelfs naartoe met een harde schijf mee en zo. En dat soort dingen. Naar zijn huis. Maar dat is echt voor mij een favoriete game. Dat is zo... fucking moeilijk en zoveel replay value zit erin en zo. Ook een mission mode en zo. Echt super vet om te doen. Het is nog eens duur meer voor mij. Ik heb hem gewoon via de store kopen. Echt voor 2 tientjes of zo de game. Ninja Gaiden 2. Dan moet je dat ook zeker weten doen als je dat in ieder geval op de
Xbox 360 gespeeld. Hij is trouwens ook uitgekomen op de PlayStation 3 onder Ninja Gaiden Sigma. Of Sigma 2 heet het dan. Geloof ik, Ninja Gaiden 2. Ik weet het niet helemaal 100% zeker, dan moet je even kijken. Maar in ieder geval, echt, dat is mijn... dat vind ik echt super vette game. Volgende vraag van iDutchGamerNL. Q&A, moet je vaak poepen? Ja, nou ja, ja, moet ik vaak poepen? Ja, iedereen poept. Ja, ik poep ook wel eens, natuurlijk. Nee, in principe eigenlijk bijna elke dag, denk ik. En anders soms een dagje overslaan, maar eigenlijk vrijwel wel elke dag wel een keer. En soms twee keer. Dat is niet zo lekker natuurlijk, maar het gebeurt, hè. Dat moet gebeuren, ja toch? Alles moet eruit. Wat erin gaat, gaat er ook weer uit. Tenminste, gedeeltelijk gaat het eruit, ja toch? The Holy Gamers, nice Q&A, Chris. Q&A, wat is je grootste droom of wat wil je verder nog bereiken in je leven? PS, echt basisvideo's maak je. Nou, Holy Gamers, dankjewel. Jij ook veel voorspoed natuurlijk. ja, wat is mijn grootste droom? Mijn grootste droom? Ik heb niet echt dromen. Ik heb nooit, weet je, ik wil gewoon gelukkig zijn, weet je? Dat je gewoon goed kan leven, lekker... je dingen kan betalen, genoeg geld heb, zeg maar. Ja, het is gewoon, ik hoef niet multimiljonair te zijn en zo, maar ik wil gewoon, weet je, dat je gewoon zonder zorgen leven. Dat vind ik, denk ik, het allerbelangrijkste wat er is in je leven. Dat je zonder zorgen leeft. En ja, ik heb veel zorgen gehad afgelopen jaren. En dat hoop ik in ieder geval lekker in mijn eigen... ja, gewoon lekker van me af te kunnen zetten en zo. Het is af en toe nog wel echt moeilijk, moet ik eerlijk toegeven. Maar ja, ik doe mijn best daarvoor eigenlijk. Ah, vraag van de King. Waarom kijk je zo geil in de cam? Nou, dat komt door jou, omdat ik gewoon denk aan jou. En dan word ik super geil van jou natuurlijk. En dan ja, komt het meteen over naar de volgende natuurlijk. Want gepenetreerd worden anaal door de King of de King nooit meer als vriend... nou, dan maar een keertje bukken, oké? Okay? Dan buk ik wel een keer. Dan moet dat maar. Vraag van Marley. Euro 27. Q&A, banaan of peer? Nou, eigenlijk beide niet. Ik vind echt dat het helemaal niet lekker, als ik eerlijk ben. Het enige fruit dat ik echt super lekker vind, dat is een sinaasappel. Sinaasappel. Dat vind ik echt super lekker. En daar kun je me mee blij mee maken. En dat in principe eigenlijk... eet ik dat bijna elke dag wel een keer. Banaan of peer? Nee. Niets voor mij. Zo, de Q&A is alweer over. Ik zou zeggen, laat je nieuwe vraag natuurlijk achter. Dan ga ik dat zo snel mogelijk beantwoorden. En vergeet natuurlijk die blauw duimpje omhoog te geven. En dan zeg ik natuurlijk zoals altijd, dankjewel voor het kijken. Tot de volgende keer maar weer. En bye bye.